Hoi iedereen, leuk jullie kijken naar Anders Games. Vandaag ga ik verder met The Sims 4 en het is nu 5:50 ochtends. En Lily die zit lekker haar ontbijtje te eten. Waarom had ze het nou ineens niet doen? Oh, ze gaat staand eten. Oh, we gaan even hem omhelzen en dan komt ons eten weer terug ofzo. Ik heb geen idee. Hij gaat even zijn huiswerk maken dan maar voor school. Oh, het is zaterdag, dus het is niet voor school. Oh, waarom gaan we ineens iedereen omhelzen? We waren aan het eten. Dus we gaan even verder eten. Oh ja, zoals jongens, zoals jullie misschien zien, is Lily een beetje dunner geworden. Wauw, ik wou dinner zeggen. Ze is iets dunner geworden en ze heeft andere kleding aan. Ze heeft nu een kort broekje en andere schoenen. Ik heb toch een cheat gevonden waarmee je wel het lichaam en zo allemaal kon aanpassen. Dus dat heb ik gedaan. En ja, ze is nu dus wat dunner, want jullie vonden haar allemaal dik. Nou ja, oké, dan maken we haar wat dunner. Dus hopelijk vinden jullie het nu beter en dan ben ik ook weer blij. Oh, wat cute wat hier gebeurt. Omhelzen. Dat verdient die jonge man wel. Ik weet niet waarom, maar hij verdient dat wel. Haley ziet er echt zo anders uit, hè, met die staart. Ik vind het wel leuk. Ik vind het serieus wel leuk, maar ze ziet er wel super anders uit. Oké, Bart gaat even een schilderij maken. Een abstract schilderij. Ik weet niet waarom, maar we gaan een abstract schilderij maken. Stop maar even met kletsen, jongeman. Dan gaan we dat even doen. Wat ik vandaag wil doen, ik wil vandaag denk ik eventjes ergens heen of zo. Misschien naar een park of ik heb geen idee waar we heen gaan. Om even wat mensen te leren kennen voor Lily. Want Lily die kent natuurlijk wel veel kinderen, maar nog niet echt veel tieners. En het zal wel leuk zijn. Wauw, ze heeft wel veel haters, zeg. Wow. Maar het zal wel leuk zijn als zij wat vrienden en vriendinnen heeft van haar leeftijd. Ze heeft natuurlijk Saar en Brenda. Maar ik wil eigenlijk wat meer. Ook een jongen of zo natuurlijk, sowieso. Dus we gaan even kijken of er wat meer tieners zijn. Maar ik vind het wel heel raar van de Sim 4. Dat ze tieners net zo groot als volwassenen maken. En sommige tieners zien er echt uit als volwassenen. Ik vind het echt... Ik vind het gewoon stom. Ik vind het gewoon echt heel stom en ik snap het ook niet. Zoals als ze kijken. Want als ze de tiener nou iets kleiner hadden gemaakt. Want hun lijken net de eigen leeftijd. Of ja. Ja, dat lijken ze ja. Nu kan ik qua uiterlijk natuurlijk Haley wel ouder laten lijken. Maar als het in lengte nou iets anders was, dan kon je dat veel beter zien. Maar ja, oké, dat is niet het geval. Dus we moeten het er maar mee doen. Oh, Nick heeft zijn huiswerk af. Nou jongen, ik ben trots op je. En dat op de kamer van Lily nog wel. How dare you? How dare you to do that? Oké, we gaan geen Engels praten. Ik heb het toch gedaan. Maar naar kinderzender kijken. Nou, ga jij dat dus doen. Oh nee, dat gaan we niet hier doen. Doe dat dan maar eventjes lekker hier. Naar zender kijken, sport of zo. Want, oh ja, hij wil toch schaakpartijen spelen. Jeetje, wat moeten we allemaal doen? We gaan eventjes onze mama omhelzen. Mag ook wel eens gebeuren, toch? Oh, wat cute allemaal. Wat gaat ze nou weer doen? Dansen. Nee, we gaan niet dansen. Oh, wat een leuk schilderij. Ik weet niet wat dat is, maar het is wel een leuk schilderij. Zeker. Oh, hij zit te gamen. Nee, ik wil eventjes dit aan verzamelaar verkopen. Oh ja, we moesten nog een emotioneel schilderij maken, hè? Nou, nu zijn we weer zelfverzekerd. Dus we kunnen nu weer een zelfverzekerd schilderij maken. Dus dat gaan we doen. En dan hebben we weer een emotioneel schilderij voltooid. En ik weet niet waarom zij zo zit te dansen. In ieder geval, we gaan even ons sociale netwerk bijwerken. Even weer een tweetje plaatsen of een Facebook berichtje. Ik weet nog steeds niet of het wat het is. In ieder geval gaan we gewoon ons sociale netwerk bijwerken. En even naar de wc. En Lily, even kijken. Lily die wil natuurlijk iets met muziek doen. En ze wil 4 uur lang nu naar muziek luisteren. Dus dat gaan we doen. Er naar luisteren. Naar romantische muziek. Ik weet niet waarom, maar we gaan naar de romantische muziek luisteren. Oh, Bart heeft schilderniveau 7 bereikt. Bart kan nu pop art op een hoog vaardigheidsniveau maken en surrealistische en impressionistische schilderijen op een gemiddeld vaardigheidsniveau maken. Fijn. Oké, het zal wel. Maar ja, nou dat dus. Ik weet er verder niks aan toe te voegen. Het was een heel, heel moeilijk woord, maar ik heb het uitgesproken. Impressionistisch of zo, ik weet het nu al niet meer. Ontbijt serveren. Nee, pak maar even nog lekker wentelteefjes die je nog hebt. Oh, wat gaat zij doen? Oh, ze gaat naar de wc. Oké, dat mag wel. Dan gaat zij er maar heen. Oh, is dit het zelfverzekerde schilderij? Oh, kijk wat cute. Een kat die slaapt. Is dat zelfverzekerd, een kat die slaapt? Ik heb geen idee. Nou, we gaan hem in de inventaris plaatsen. Ik wil deze niet verkopen hoor. Nee, die vind ik veel te cute om te verkopen. Ja, dat doe ik niet. Een nieuw iemand ontmoeten in de lounge. Waarom moet dat helemaal in de lounge? Als het nou ergens anders was, dan vond ik het niet erg. Maar
Waarom in de lounge, jongens? In de lounge. Ik kan het echt heel lelijk uitspreken. Lily gaat even viool spelen. Want, hoe heet het? Dat wil ze natuurlijk ook. Of ze moet natuurlijk wel een goed vaardigheidsniveau daarvan hebben. Nou ja, moet niet, maar dat wil ik. Ze heeft nu niveau 2 van de viool. Wat leuk! Zij zit nog te eten. Nou, als Haley klaar is met eten, dan gaan we even naar het park toe. En misschien ook wel nog ergens anders heen daarna. Oh, Nick heeft sociaal niveau 3 bereikt. Nice, Nick. Dat doe je goed. Even kijken, wat gaat hij doen? Met Haley kletsen. Nee joh, we gaan even niet met Haley kletsen. Ga even chatten in de kinderchat. Ik weet niet waarom, maar dat is leuk. Oh, er staat iemand voor de deur. Nick Gerritsen staat voor de deur. Die staat heel vaak voor de deur. Net als bij mijn poppetje waar ik mee speel. Daar staat Jennifer Mason altijd voor de deur. Heel, heel raar eigenlijk. Maar dat zijn dan hele goede vrienden of zo. En dan staan ze blijkbaar elke dag voor de deur. Niet waar, ik sta niet elke dag bij goede vrienden voor de deur. Maar in de Sims 4 doen ze dat blijkbaar wel. Opbergen. Nee, we gaan reizen, jongens. Of nou ja, jongens. Haley en... Oké, we gaan naar dit park. En we gaan meenemen... Wie gaan we allemaal meenemen? Sowieso Lily. Lily, Bart, ja, die hoeft niet per se mee. Maar ja, het kan. Nick nemen we ook maar gewoon mee. Gezellig. Nemen we nog een vriendin mee voor Lily? Ja, we nemen nog een vriendin mee voor Lily. Ik weet niet of Saar en Lily vriendinnen zijn. Maar dat zien we vanzelf wel. En anders dan worden ze dat maar. Nou, we zijn in Magnolia Bloesem. En we gaan eventjes met Saar kletsen. Zelfspot, ik weet niet waarom. Oh, we voelen ons beschaamd. Nou, daar kan zij ons vast wel mee helpen. Gaan we eventjes vrienden worden met haar. Dat is wel leuk. Hebben we tenminste een vriendin. Zij woont trouwens naast ons, Saar. Dus als we nu gaan roddelen over de buren, dan roddelen we over onszelf. Of over elkaar, want we wonen naast elkaar. Lily. Saar is zelfverzekerd. Oh, daar loopt Jennifer Mason. Jennifer Mason loopt echt overal. Serieus, die loopt echt overal in deze stad rond. Even kijken, wat gaat hij doen? Oh, hij gaat piraat spelen. Dat mag wel van mij. Oh, wie is dit? Florian Molenaar. Wat een leuke jongen. En wie is dit? Matthew Beljaars. Oh, dat is een kind van mij. Of dus van mij in de Sims. Voordat jullie weer nieuwe buur begroeten. Oh ja, hij is pas nieuw. Dus we gaan hem begroeten. Even kijken, als je nou even naar beneden komt... Kunnen we even gezellig gaan praten. Maar ja, dat kan nu niet. Oh, dat kan wel. Zullen we samen gaan spelen? Meedoen aan piratenavontuur? Dat doen we wel. Dan kunnen we het samen doen. Even kijken. Oh, zij is nog aan het praten. Oh, er staat weer iemand bij. Wie is dit? Bart Koning. Waarom gaat Bart niet gewoon lekker weg? Ik wil niet dat Bart Koning er is. Haley zit te schilderen. Te schaken. Ik kan echt soms niet meer. Weet ik echt niet meer wat ik zeg. Maar, even kijken hoor. Ja, eigenlijk wil ik eventjes dat hij hiermee stopt en gaat schaken met Haley. Want hij wil 5 schaakpartijen spelen. Dus dat gaan we dan maar even doen. Toch? Dat doe ik nu goed, toch? 5 schaakpartijen spelen. De schaaktafel kan via bouwen worden gekocht. Ja, nee, ik hoef hem nu per se te kopen, maar... Oké. Mentale vaardigheid geleerd. Nou, kijk, dat is altijd goed. Wie zit hier? Jack Koning. Ik weet trouwens wel waar een tiener woont voor Lily. Maar ik weet niet of we dat gaan doen. Oh, waar gaat ze heen? Ga je weg? Doei. Doei, Saar. Roepen. Niks, het groeien vrienden worden met Haley. Oh. Nice. We gaan naar onze outfit showen aan Saar. Misschien vindt ze het wel hartstikke mooi. Hé, daar loop ik. Oké, volgens mij vindt ze mijn outfit wel leuk. Dan ben ik blij als ze mijn outfit leuk vindt. Naar oh ja vragen. Oeh, ik weet niet waarom. Ik weet eigenlijk niet wat ze dan vragen. Of ze dan vragen of ze het al eens hebben gedaan of zo. Ik weet het niet. Nou. Oké. Het zal wel. Ik weet niet wat ze precies vragen. Maakt ook niet uit. Interesse spreken. Oh, we hebben haar geknuffeld. Of omhelst. Wat cute van ons. Kijk, hebben we al een eentje? Oh ja, 5 schaakpartijen spelen. Er staat al een eentje bij. Nou, misschien... Oh, hè? Ik wil nog een keertje spelen. Ik weet niet of Haley weer meedoet, maar ze doet maar gewoon lekker mee. Wow, wat doe jij?
Meedoen aan spel, hupsakee. Eventjes je inzicht verbeteren. Zullen we anders gewoon naar die jongen toe gaan? Want ik weet wel waar die woont, denk ik. Weet ik eigenlijk niet zeker, maar... Ja, ik weet het wel zeker. Oh, Saar voelt zich ongemakkelijk. Oh, nou, ga dan maar even naar de wc, want ik zie dat je heel nodig naar de wc moet. We gaan eventjes hamburgers brouwen. Slow clap voor mij. Brouwen. Waarom zeg ik dat? Ik heb geen idee. We gaan tofu-worstjes maken. Ik weet niet wat het zijn, maar we gaan het maken. Ik weet niet of het een slim idee is, want we hebben helemaal geen kookvaardigheid met Lily. Maar we kunnen het wellicht gaan proberen. Toch? Hier, we hebben de kookvaardigheid al geleerd. We hebben nu niveau 1. Het komt helemaal goed. Alles komt goed. Hoop ik. Ik hoop niet dat het aan gaat branden. Oh, er is wel een hele zwarte lucht. Jackletsen. Nee, ik wil even niet met jackletsen. Ik wil dat mijn toverworstjes niet verbranden. Oh, ze zijn gelukt. Kijk nou. Nou, ik vind het wat hoor. Een portie pakken. We gaan even lekker dit eten. Hij gaat ook een portie pakken. En Haley heeft geen honger. Nou, oké. Okay. Gezellig. We hebben gewoon toverworstjes gebakken. Of gegrild. Of gebrouwd, zoals ik het zei. Wat leuk. Nou, als jij dat even snel door eet, dan kunnen we nog even naar die jongen toe. Want je wordt ook al moe, zie ik. Het is allemaal weer wat. Iedereen is moe en weet ik veel. Oké, we gaan dit in de inventaris plaatsen. Nemen we lekker mee naar huis. Oké, we gaan er snel heen. Ik hoop dat ik toch weet waar zijn huis is. Waarschijnlijk wel. Hij woont wel in een heel klein huis. Ja, hier, White. De familie White. En daar gaan we alleen heen. Want we gaan alleen kennis maken met Mr. White. Of nou, ik weet niet. Ik ben even zijn naam vergeten. Nou, daar zijn we, jongens. We zijn in het huis van... in het huis van Jason. Dat was hem. Jason White. Of we zijn nog niet in zijn huis, maar we staan wel voor zijn huis. We kijken, interesses bespreken. Ik vind dit wel een leuke jongen voor Lily. Kijk eens eventjes. Wat vinden jullie ervan? Past dit bij elkaar? Hij staat wel in zijn pyjama, maar past het? Ik vind het wel een blaadje. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Laat maar weten. We gaan even op de deur kloppen, want ik wil naar binnen. Kom maar binnen. Dankjewel. Okay, het is echt een heel klein huis. Ik heb dit huis zelf... ik heb ze hier zelf ingeplaatst, deze familie. Maar ze zijn dus nog best wel... Het is zeg maar de familie die is een beetje arm en zo. En woont in een heel klein huisje. Kijkt de moeder in. En hij zelf slaapt op dezelfde kamer. Dat is het een beetje. Dat is een beetje het idee. Maar ja, ze worden vanzelf rijk als ze gaan werken en zo. En it's not about the money. It's all about the love. Dus daar gaat het ons om. We gaan een diepgaand gesprek met hem voeren. Nu al. We kennen hem nog pas net. Maar we gaan nu al een diepgaand gesprek voeren. Vriendelijk. Even kijken. Even leren kennen of zo. Leren kennen. Misschien komen we dan nog iets over hem te weten. Oh, Jason is een snob. Nou, dat is eigenlijk best wel grappig. Want de snob, dat is iemand die heel erg een beetje van dure dingen houdt. En daar een beetje trots op is, zeg maar. Of over uitsloof soms. Maar ja, hij is dus helemaal niet rijk. Dus het is wel een beetje een anticlimax dat hij die eigenschap heeft. Nou, het kan wel natuurlijk, maar ja. Maakt niet uit. Er zit iets in mijn oog. Heel vervelend. Waarom showen we onze outfit? Ik heb geen idee. Vraag hoe de dag was. We voelen ons allebei ongemakkelijk. Dat is niet echt de bedoeling. Oh, er is een poppetje van mij gedownload. Wat leuk. Vraag of Sim vrijgezel is. Dadelijk heeft hij al een vriendin of zo ineens. Het zou zomaar kunnen. Lily is net te weten gekomen dat Jason vrijgezel is. Nou, kijk eens aan. Dat komt mooi uit. Dat komt mooi uit. Dan gaan we eventjes een compliment geven over het uiterlijk. Lily laat die flirtkunsten zien. Oh! Oh nee. Voor mij was dat niet helemaal goed gegaan. We gaven hem een complimentje, maar hij wees het af. En wij maken een selfie. Onzekerheden bespreken. Oeh, volgens mij gaat het niet helemaal goed hier. En we voelen ons heel ongemakkelijk, dus ik denk dat we maar naar huis gaan. Ik heb geen idee, het is een beetje awkward gelopen. En ik had gehoopt dat het anders ging. We gaan hem omhelzen, hopelijk wil hij dat wel. Oh, dat wil hij weer wel, oké, gelukkig. Nou, dan gaan we nu maar naar huis. Dit was een beetje een ongemakkelijke ontmoeting. Ik had gehoopt dat het iets beter zou gaan, maar helaas, het mocht niet baten voor ons. Nou, dan gaan we maar naar huis. Jammer. Ik had gehoopt dat hij ons gelijk leuk zou vinden. Maar hij vond het niet leuk dat we hem een
complimentje gaven over zijn uiterlijk. Wie loopt hier? Dit is Matthew zeker. Ja, dat is Matthew. Ik hoef er niet eens naar te kijken. Ja, ik wist het. Nou, dan gaan we naar huis. Helaas. Nou, we zijn weer thuis. We gaan Lily maar gelijk op bed leggen. Want ze is helemaal moe. En iedereen slaapt al. Waar is... Oh, Haley is hier helemaal niet. Oh, die zijn nog in het park, joh. Nou, het is wat... Maar komen die niet zo thuis dan? Oh. Oh, hoe heet die nou? Nick is al thuis. Oh, iemand heeft gereageerd op een poppetje van mij. Wat leuk. Oh, hij wil ook al gelijk gaan slapen. Nou, waarom? Waarom gaan we gelijk slapen? Kijk, daar loopt Jennifer Mason weer. Ze loopt echt overal, jongens. Ze loopt echt serieus overal. Het is niet te geloven. Ze loopt overal. Ik weet niet waar wij zijn. Oh, we zijn hier. Maar waar is Lily dan? Oh, Haley komt er ook aan. Waar is Lily? Oh, die staat daar. Waarom sta je daar? Ga lekker naar bed, meid. Ga lekker slapen. En wat ga jij doen? Slapen? Nee, jij gaat eerst eventjes lekker wat eten, want je hebt nog hartstikke honger. Chips. Ik weet niet waarom, even een lekkere snack tussendoor. Nick gaat ook al slapen. Nou ja, doe maar hoor, jongen. Waarom komt ze niet? Wat is het probleem? Ga eventjes hierheen. Nou, we gaan het wel eens stapjes doen, want voor mij kan ze er niet komen op een of andere manier. Voor mij kan ze er nu wel komen, toch? Ja, nu wel. Oké, blijkbaar zat ze vast daar of zo. Ik heb geen idee wat er gebeurde. Maar nou, ze ligt in ieder geval lekker op bed nu. En Haley zit nog even haar chipjes te eten. Oh, ze wordt nu ook een beetje moe. Nou, meid, ga nog even naar de wc en dan ga je ook lekker slapen. Wat ik in de volgende aflevering wil gaan doen is aan dit beginnen. Ik weet niet wat het is. Bouwen. Voor mij is het een raket of zo. Maar ik heb geen idee. Daar wil ik in ieder geval aan gaan beginnen. En als jullie nog iets anders leuks weten wat ik moet gaan doen in de Sims 4, laat lekker weten in de reacties. Als jullie willen dat ik verder ga met Lily en, hoe heet die nou, Jason. Laat even weten of als je wil dat ik met Lily toch met de andere Lily een relatie begin. Of met weet ik veel wie. Laat het gewoon weten en dan ga ik kijken wat ik kan doen. En als ik nog iets met Haley of Bart moet doen, mogen jullie het ook lekker laten weten. Nou, Haley gaat naar bed. Dus jongens, dit was natuurlijk weer de aflevering van vandaag. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zie je mij de volgende keer weer. Bye!